Welkom bij mijn presentatie over gebruik maken van de buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen. Ik ben Judith het Gilde en ik ben zelf begonnen in het basisonderwijs. Daarna heb ik doorgestudeerd. Ik heb onderwijskunde en ontwikkelingsstudies gedaan. En uiteindelijk ben ik dit jaar gepromoveerd op het gebied van passend onderwijs bij de Universiteit van Wenen. Ik heb gewerkt op het gebied van onderwijs in allerlei landen, waaronder Pakistan, Nigeria en India. Maar ook Bosnië-Herzegovina en de laatste jaren in Wenen in Oostenrijk. En dit onderzoek is eigenlijk het resultaat van een onderzoek dat we hebben uitgevoerd samen met ASCO-scholen en ook Sirius. Dat heet tegenwoordig Stichting Zonova. En het is deel van de werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam. En ik heb dit onderzoek uitgevoerd samen met Monique Volman en 13 andere leerkrachten van 8 verschillende scholen in Amsterdam, basisscholen. Ik wil graag beginnen met mijn presentatie. Ik wil beginnen met een paar citaties van leerlingen die ik heb geïnterviewd. En de eerste citatie is van een leerling waarvan de moeder op vroege leeftijd waarvan de moeder gestorven is toen hij nog erg jong was. En een leerkracht zag in de klas dat hij verdrietig was, maar dat het moeilijk was om aan andere kinderen te vertellen. Ze zag ook dat in de klas veel kinderen zich onrustig voelden en dat er niet per se altijd een fijne sfeer hing. En toen heeft ze eigenlijk bedacht dat ze misschien emotietasjes konden maken. Dus alle leerlingen mochten iets meenemen om in zo'n emotietasje te stoppen. Dat kon een knuffeltje zijn, een mooie pen om mee te schrijven als je een toets had die je moeilijk vond. En dat jongetje, dat kwam eigenlijk met het idee of hij er een brief in mocht stoppen. En dat was een brief die hij samen met zijn vader had geschreven over wat hem eigenlijk is overkomen met zijn moeder. En die brief hebben ze ook voorgelezen in de klas. En ik heb dat jongetje geïnterviewd en hij zei, het voelt nu fijner, omdat andere kinderen het nu ook weten. Dus nadat hij het heeft kunnen delen met andere leerlingen, heeft dat een fijner gevoel gegeven. De tweede citatie is van een jongetje in de klas, waar de meeste eigenlijk veel leerlingen heeft die een leerachterstand hebben. Maar hij wil ze laten zien dat ze juist een heleboel andere dingen ook kunnen. En hij kijkt dus naar talenten, soms ontdekt hij ze per ongeluk of soms gaat hij er heel aandachtig mee aan de slag. En deze leerling zegt, het voelt heel erg goed, want ik wist niet dat dat in me was. De meeste haalt dat er allemaal uit, onze talenten. En dat vind ik heel goed aan hem. En de laatste citatie gaat over twee meisjes die een musical voorbereiden. Ze mochten de dansen van de musical voorbereiden. En ze zeggen daarover, of een van de twee zegt, ik heb geleerd gewoon doorzetten. Eerst dacht ik zo van, het gaat echt niet lukken. En toen gingen we toch wel eraan werken. En nu is er toch wel iets goeds van gekomen. En dat voelt echt heel leuk. Heel fijn ook. Ik wil in deze presentatie jullie wat vertellen over wat buitenschoolse kennisbronnen zijn. En ook funds of identity. Ik wil jullie iets vertellen over ons onderzoek. En daarmee wil ik eigenlijk laten zien wat uit ons onderzoek is gekomen. Hoe je buitenschoolse kennisbronnen kunt vinden als leerkracht of docent. Hoe je ze kunt gebruiken en welke competenties daar eigenlijk voor nodig zijn. En daarna wil ik nog kort even wat vertellen over de effecten. En natuurlijk is er tijd voor vragen. Buitenschoolse kennisbronnen. Eigenlijk is er een grote groep leerlingen die toch wel een kloof ervaart tussen de culturele kennis die ze vanuit huis meekrijgen en de kennis die ze op school krijgen aangereikt. En het is natuurlijk soms lastig voor een leerkracht om deze buitenschoolse kennis of vaardigheden te herkennen, omdat ze niet altijd dezelfde culturele of sociale achtergrond hebben als hun leerlingen. En deze discontinuïteit tussen school en thuis kan er eigenlijk voor zorgen dat met name kinderen uit etnische minderheidsgroepen of een lagere sociaal-economisch milieu, dat ze zich eigenlijk niet meer zo betrokken voelen bij school. En de theorie van buitenschoolse kennisbronnen, ook wel funds of knowledge genoemd, gaat er eigenlijk over dat je deze discontinuïteit tussen school en thuis kunt verminderen.
En wat ik er mooi aan vind, is dat eigenlijk de nadruk hier ligt op wat kinderen, op welke vaardigheden en kennis ze wel al hebben. En niet over op de deficiëten eigenlijk. Hè? Van je kan dit niet of dat niet op school. Buitenschoolse kennis kan bijvoorbeeld zijn personen, ervaringen, verhalen, objecten. En ze kunnen betrekking hebben op het huishouden, de techniek, culturele gebruiken, maar ook taal en kunst bijvoorbeeld. Je kunt ook denken aan een peergroep of populaire cultuur zoals tv, muziek of de media. Wat we ook steeds meer zien is theorie over funds of identity. En ik vind deze ook heel interessant, omdat funds of identity eigenlijk ook een manier is om buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen te ontdekken. Nou, er zijn allerlei verschillende soorten funds of identity. Je kunt denken aan geografisch, en dan bijvoorbeeld een plek waarmee je je identificeert, zoals een rivier of een dorp of een berg. Maar het kan ook praktisch zijn of cultureel. En bij cultureel kun je denken aan het volkslied of nationale symbolen. En het kan natuurlijk ook sociaal zijn of institutioneel. En wat ik er vooral mooi aan vind, is dat het is eigenlijk een manier om leerlingen uit te nodigen. Hun buitenschoolse kennis en vaardigheden en ervaringen zichtbaar te maken door bijvoorbeeld iets te maken. Dan kun je denken aan een tekening of een verhaal. Of door iets mee naar school te nemen. En ik heb hier in de PowerPoint een voorbeeld gezet. Dat is een voorbeeld van een zelfportret. En aan deze leerling is bijvoorbeeld gevraagd. Laat eens zien wie jij nu op dit moment bent. En hoe jij staat op het moment in het leven. En wie er belangrijk voor jou zijn. Nou, dat kun je dan hier zien. Je kunt ook bijvoorbeeld aan de andere kant zien jullie een cirkel van betekenis. En daar kunnen kinderen ook weer via tekentjes tekenen wat zij belangrijk vinden. En daar kun je als leerkracht ook heel veel mee, want je leert eigenlijk over het kind. Dat kun je later ook weer in de klas gebruiken. Ik wil jullie graag wat vertellen over ons onderzoek. In scholen in Amsterdam, maar natuurlijk ook op andere plekken, hè, zelf, je kunt denken aan Gouda, waar ik woon, of Rotterdam. Er zijn leerlingen met veel verschillende culturele achtergronden. En in een vooronderzoek van de werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam kwam eigenlijk naar voren dat er een behoefte is om meer aan te sluiten bij de achtergrond en de thuissituatie van leerlingen. En ook om deze achtergronden als uitgangspunt te gebruiken voor het onderwijs. En wij hebben als onderzoeksvraag, hoe kunnen leraren in het basisonderwijs zo gebruik maken van de buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen, dat dit bijdraagt aan socialisatie en persoonsvorming van leerlingen? In ons onderzoek ligt de nadruk van het werken met buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen op het gebied van socialisatie en persoonsvorming. En ik heb hier nog even met tekeningetje ingezet dat ik denk dat heel veel mensen dit wel kennen. En want Wiest daar benadrukt dat het onderwijs eigenlijk meerdere functies heeft. Dus niet alleen kwalificatie, maar ook persoonsvorming. En tegenwoordig noemt hij dat graag subjectivering en ook socialisatie. En een voorbeeld van socialisatie en het gebruik maken van buitenschoolse kennisbronnen kan zijn dat leerlingen meer zicht krijgen op ervaringen en perspectieven van anderen. Dan of die anders zijn dan wat ze normaal eigenlijk gewend zijn. En je kunt ook aandacht voor de buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen en hun vaardigheden. Laat ze ook meer deel voelen van de sociale praktijken in de school. Deze worden dan opeens deel eigenlijk van de klas en de school. En op het gebied van persoonsvorming kun je denken aan, als je aandacht geeft aan buitenschoolse kennisbronnen, dat leerlingen bijvoorbeeld een positiever zelfbeeld krijgen, of dat ze meer zelfvertrouwen krijgen, of een eigen perspectief ontwikkelen. Nu wil ik graag iets vertellen over ons onderzoek. Aan ons onderzoek hebben 13 leerkrachten meegedaan,
van 8 verschillende basisscholen in Amsterdam. En we hebben ons onderzoek eigenlijk in 3 verschillende fases uitgevoerd. We zijn begonnen in het eerste deel met good practices. Dus eigenlijk voorbeelden met elkaar uitwisselen van hoe mensen buitenschoolse kennisbronnen in een klas al hebben gebruikt of op een school. En ook wel wat het gedaan heeft met de leerlingen of met de leerkracht zelf. En we hebben vragenlijsten afgenomen. We hebben vragenlijsten afgenomen bij de klassen die deelnamen. En ook bij groepen eigenlijk die niet deelnamen aan dit onderzoek. Omdat we wilden kijken of daar een verschil uit zou komen. Ik kom zo dadelijk even terug op de vragenlijst. Nou, in een tweede fase zijn de deelnemende leerkrachten ook echt aan de slag gegaan. Deze fase bestond eigenlijk uit 2 cycli. In de eerste cyclus gingen leerkrachten zelf verschillende activiteiten bedenken met buitenschoolse kennisbronnen waarmee ze aan de slag wilden in de klas. Dat hebben ze ook bijgehouden in een logboek. En nou, het is misschien interessant om te weten dat sommige leerkrachten hebben hele grote activiteiten gedaan. Dat ging tot aan een musical opzetten, een heel groot thema, bijvoorbeeld rondom de Tweede Wereldoorlog. Maar soms waren het ook kleine activiteiten. Dat kan gaan om een les boogschieten, waar een leerkracht eigenlijk ontdekt dat een leerling in haar klas heel erg goed is in boogschieten en dat ze hem om hulp gaat vragen. En op deze manier ontstaat er ook iets heel moois, want ze heeft eigenlijk buitenschoolse ervaring van een leerling of zijn kennis die er al over had, kunnen gebruiken. En daar, nou, dat had dan ook een mooi effect op de leerling en op haar. De leerling zei later ook, het is zo leuk. Voor deze keer kon ik een keer de leerkracht iets leren. En aan het einde van de eerste cyclus heb ik de leerkrachten geïnterviewd. En daarna hebben we deze cyclus herhaald, maar dan met nieuwe activiteiten. Leerkrachten hielden ook weer een logboek bij. Maar toen heb ik niet alleen de leerkrachten geïnterviewd aan het einde, maar ook de leerlingen. En uiteindelijk in de laatste fase, en die fase is eigenlijk nu afgelopen, maar natuurlijk willen we nog graag onze kennis delen, en hebben we geanalyseerd en de kennis gedeeld. En het is misschien leuk om te weten, zodat ik dit ook niet vergeet, maar wij hebben ook een praktijkboek gemaakt. En dat praktijkboek komt over enkele weken uit. En dat zal ook te vinden zijn op de website van de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam. En dat kun je gewoon downloaden. Nou, ik wil jullie nog even heel kort de vragenlijst laten zien. We hebben geprobeerd te meten of een voor- en een nameting, of we een verandering konden zien of een effect op de burgerschapsvaardigheden en competenties van leerlingen en ook het sociale welzijn. En we hebben ook gekeken naar het netwerken van leerlingen. Maar helaas hebben we eigenlijk niet een significant effect kunnen meten. Wat we wel hebben kunnen meten is vooral heel kwalitatief. Hele enthousiaste, mooie verhalen, voorbeelden. Leerlingen die heel blij waren. Echt mooie effecten op zowel de leerlingen als de leerkracht. En daar kom ik zo dadelijk ook nog wat meer over vertellen. Nou, ik wil beginnen met, ik wil eigenlijk gewoon laten zien wat uit ons onderzoek is gekomen. En hoe worden buitenschoolse kennisbronnen gevonden? Er zijn verschillende manieren waarop leerkrachten de buitenschoolse kennisbronnen hebben gevonden. Soms is het via ouders en via collega's. En dan moet je denken aan oudergesprekken. Soms is het ook gewoon echt een vragenlijstje dat voor is gelegd aan ouders. Maar het kan ook zijn op een moment dat je van klas verandert. Dus dat bij de overdracht voor de zomer, dat je als leerkracht onderling aan elkaar vertelt van welke talenten heeft deze klas? Of welke thema's vonden de leerling nou echt interessant? Of dat je dat soort vragen kunt stellen. Een andere leerkracht vertelde hoe ze eigenlijk geen zin had om aan de slag te gaan met Fortnite. Er kwam iets in het nieuwsuur, maar toen zei een andere leerkracht op de gang tegen haar, de leerlingen vonden dit zo'n leuke activiteit, dat ze heeft besloten er toch mee aan de slag te gaan en dat er een hele leuke activiteit is uitgekomen, waar leerlingen ook echt van geleerd hebben. Ze moesten een skin beschrijven. Een skin is een poppetje van Fortnite. En dat moesten ze, het eerste wat ze moesten doen was een beschrijvende tekst maken over hun poppetje. En daarna gingen de leerlingen dat uitwisselen aan elkaar en dan moesten ze die beschrijving gebruiken om het poppetje van de ander te tekenen.
Nou ja, en daar ontstonden ontzettend leuke en interessante situaties. Want de leerlingen vonden dit leuk. Dit ging over iets waar ze nou ja, dagelijks eigenlijk mee bezig zijn. En ja, nou, het kan ook op andere manieren. Bijvoorbeeld via de leerling. Hè, door met leerlingen te praten, door ze vragen te stellen. Of soms ook simpelweg door te observeren. En je kunt observaties ook doen van tekeningen van leerlingen en daar een gesprekje over beginnen. Maar soms zijn het ook hele informele gesprekken met leerlingen die per ongeluk eigenlijk ontstaan. En die je dan toch oppikt en er verder mee aan de slag gaat. En soms kan het heel precies zijn door vragenlijstjes in de klas. Wat ook vaak gebeurt is gesprekken in de kring. Daar heb ik straks een mooi voorbeeld van zo dadelijk. De boom van Megan zal ik jullie zo vertellen. En uiteindelijk ook via gerichte opdrachten. En dat is een beetje wat ik al vertelde over functie of identity. Dat je ze bijvoorbeeld vraagt een zelfportret te maken, een verhaal op te schrijven. Het kan ook zijn dat je ze vraagt een schoenendoos mee te nemen met voorwerpen die heel belangrijk voor ze zijn over zichzelf. Of een foto of een video waar ze iets over vertellen. Ik wil jullie het voorbeeld vertellen van Megan. En Megan is 6 jaar oud. Ze is eigenlijk net aangekomen in groep 1-2 en ze is Nederlands aan het leren. Ze komt uit Curaçao en ze vindt Nederlands toch nog best wel lastig. Daarom is het toch een beetje lastig om interactie te hebben met andere leerlingen, omdat ze nog niet zoveel over zichzelf kan vertellen of duidelijk kan maken wat ze soms wil. Maar ze is wel heel enthousiast. Ze probeert ook graag aan dingen duidelijk te maken aan de leerkracht en het gesprek aan te gaan. Maar in de kring is ze nog heel stil. Daar durft ze niet zoveel te vertellen. Nou, op een dag gingen groep 1 en 2 naar Artis. Samen met de leerkracht. En toen ze terugkwamen, gingen ze in de kring zitten. En begonnen ze een gesprek over hoe het voedsel voor de dieren verstopt werd. Want dat vonden de leerlingen toch wel heel interessant. En nou, eigenlijk uit dit gesprek vloeide een nieuw gesprek uit voort. Over leuke verstopplekjes waar je je fijn kunt verstoppen. En tot grote verbazing van de leerkracht nam ook Megan het woord. En ze wilde iets vertellen over een verstopplek en een boom en Curaçao. En ze snapte het verhaal niet helemaal, maar de juf was er wel heel blij mee. En die dacht, hier ga ik iets mee doen. Ze heeft dit opgepikt en op een ander moment is ze samen gaan zitten met Megan. Heeft ze allerlei foto's van bomen op Curaçao uitgeprint en voert ze een gesprekje eigenlijk met Megan. Ze vraagt aan Megan welke boom was het, hoe zag die eruit, waarom was het leuk. En ze vraagt Megan uiteindelijk ook om nog een tekening te maken. Die kunnen jullie hier ook op de PowerPoint zien. En uiteindelijk gaan ze terug in de kring op een ander moment. En samen met de juf vertelt Megan haar verhaal. En nou, op deze manier leren ook eigenlijk andere leerlingen Megan beter kennen. Maar Megan krijgt ook zelfvertrouwen, want voor het eerst durft en kan ze iets vertellen in de kring. En het verhaal maakt ook iets los bij andere kinderen. Erkenning van Curaçao, van hoe het te warm is, hoe je je fijn kunt verstoppen. Ook op Marokko bijvoorbeeld, bij opa en oma. Dus dat is uiteindelijk een heel mooi moment geweest. Nou, nu wil ik iets vertellen over hoe buitenschoolse kennisbronnen kunnen worden gebruikt. En wij hebben gezien in ons onderzoek dat dat door op verschillende momenten wordt gedaan. Dus je kunt het echt op één moment doen, bijvoorbeeld door een individueel gesprek of een kringmoment, hè, net als het verhaal van Megan dat ik net vertelde. Maar het kan ook in de les zijn en waar de leerling eigenlijk als expert wordt gemaakt. En ik ga jullie zo dadelijk een voorbeeld geven van een leerling die heel veel weet over de atoombom. Maar een kort voorbeeld is ook een leerkracht die ziet dat zijn leerlingen eigenlijk nooit mee willen doen met zingen met de muziekles. En op een gegeven moment loopt hij door de gang en ziet hij dat zijn leerlingen altijd aan het rappen zijn. Dus hij bedenkt, aha, daar moet ik iets mee. En hij heeft een hele raples ontworpen. Leerlingen mochten een eigen rap gaan schrijven, hun eigen beat bedenken. En bleek dat er een meisje dat eigenlijk niet zo sterk is, dat best wel moeite had met leren in de klas. En ook heel stil is, weinig leerlingen kenden haar goed. Dat ze ontzettend goed kon rappen en gedichten kon schrijven. En dat leerlingen ook eigenlijk, toen ze dat doorkregen, naar haar toe gingen. En haar gingen vragen om advies en om hulp. En nou ja, daar kreeg zij natuurlijk ook heel veel zelfvertrouwen van. Je kunt ook met de hele groep
kun je de kennisbronnen gebruiken door bijvoorbeeld de creatieve verwerking. En daar zijn allerlei vormen van. Je kunt denken aan een gedicht, aan een rap, een verhaal, een eiland maken, maar ook een labboek of een poster. En uiteindelijk kun je het ook nog als project doen. Dus je kunt buitenschools kennisbronnen gebruiken in een project. Waar bijvoorbeeld leerlingen een speciale rol krijgen in een project. Je kunt hier denken aan dat de klas Parijs wordt of Le Louvre. En dat je erachter komt, dit is ook een waar gebeurd voorbeeld trouwens. Dat de klas erachter komt dat een jongetje heel goed Frans praat. En dat hij dan de rondleiding mag geven. Of soms wordt het met de hele groep zelfs een thema. En wordt het een musical, wat ook een van de leerkrachten in ons onderzoek heeft gedaan. De voorbeelden trouwens die ik hier omschrijf, dit zijn voorbeelden die ook uit ons praktijkboek komen. En in het praktijkboek staan echt heel veel casussen. We hebben heel veel voorbeelden beschreven. Ik vind het zelf ook heel fijn om ze terug te lezen. Dus ik denk dat dat misschien ook voor jullie heel erg leuk is. Nou, ik wil jullie het voorbeeld geven van de leerling als expert. En dat is het verhaal van de atoombom. In een best wel lastige groep 8, of een groep 8 in elk geval, waar veel gebeurt, veel soms best een beetje rumoerig is, zijn ook twee leerlingen waar de leerkracht wel iets mee zou willen, maar ze weet nog niet zo goed wat. Deze leerlingen, ze heeft gezien dat één van die twee veel kennis heeft over de Tweede Wereldoorlog. Maar tegelijkertijd is het ook een leerling die best wel een beetje de clown uithangt in de klas en voor onrust zorgt. En op een gegeven moment hadden ze in groepjes gewerkt, de leerlingen, over thema's die te maken hadden met de Tweede Wereldoorlog. En gingen ze samen evalueren hoe goed het eigenlijk ging en hoe ver ze al waren. En tijdens deze evaluatie kwam naar voren, het groepje over de atoombom, dat het toch wel lastig was en hun onderzoek liep nog niet zo lekker. Maar opeens nam de leerling, die normaal onrustig is en een beetje de clown uithangt, nam het woord. En hij begon te vertellen over de atoombom, hoe het ontstond, wat het is, hoe het is gegaan. En de leerkracht dacht, dit is zijn moment. Dus ze heeft hem eigenlijk het podium gegeven en hem laten praten. En op een gegeven moment zeiden ook mensen in de klas, wauw juf, moet je kijken hoeveel hij weet. En zo stil zijn we nooit. En dit moment eigenlijk heeft deze leerling een kans gegeven om zich op een andere manier aan de hele klas te laten tonen. En de leerlingen hadden dat zelf ook heel goed door. Dus dat was zeker een heel mooi moment. En een mooi gebruik van een buitenschoolse kennisbron en kennis eigenlijk hier. Ik wil ook nog kort het voorbeeld geven van de wentelteefjes. In de klas gingen ze het hebben over duurzaamheid. En ze hadden het over veel producten worden weggegooid, waarom ook voedsel eigenlijk. En ook wel, de juf ging vragen, wat doen jullie eigenlijk met oud brood? Hoe snel gooien jullie dat eigenlijk weg? Ja, we gooien het wel na 1 of 2 dagen is het wel oud en is het vies, dan gooien we het wel weg. Dus soms kwam er uit dat er in de klas hele broden werden weggegooid. Toen zei iemand eigenlijk, maar je kunt er wentelteefjes mee maken. Vroeg de juf ook, wie weet wat wentelteefjes zijn? Toen bleek eigenlijk dat maar één leerling wist wat wentelteefjes waren en hoe je ze moest maken. Dus toen mochten twee leerlingen wentelteefjes gaan maken. De wentelteefjes werden gemaakt, ze kwamen eraan. En eigenlijk wilden heel veel leerlingen ze niet proeven, want ze vonden het er maar vies uitzien. De leerling zei ook tegen mij in het interview, eerst vies. We zagen het op het bord en toen dachten we, nee, eeuw, het is vies. Toen zei een andere leerling, ja, want het is melk. En een andere, en oud brood. En toen dachten wij van, nee, dat gaan we niet eten. Maar de juf had het gemaakt met een tweeën. En toen hebben we het geproefd. En toen vonden we het lekker. Dus dit is ook een mooi voorbeeld eigenlijk van hoe je je perspectief ontwikkelt. En iets anders doet dan normaal. En toch ook leert te proeven en door te zetten en niet weglopen als je denkt, dit wil ik niet, of dit is vies, of dit ken ik niet. De leerkrachten hebben in de interviews ook zelf mooi beschreven wat ze eigenlijk vinden dat je nodig hebt om deze verborgen kennisbronnen te vinden en ook om ze te gebruiken. En onder andere, het zijn eigenlijk ook een soort tips, hoe moet je dat dan doen? En
Nou, bijvoorbeeld het aandacht hebben, zoals alert zijn voor leerlingen die een thema in willen brengen, net zoals bij het voorbeeld van Megan. En je ook het bewust van zijn dat je hier naar op zoek bent. Want als je niet weet dat het bestaat of dat je er niet mee bezighoudt, is het natuurlijk lastiger. Maar ook oprechte belangstelling en interesse en nieuwsgierigheid tonen door te vragen, door dat moment te nemen en samen te gaan zitten, net als bij Megan, en het gesprek aan te gaan. Wat ook werkt, is dat je eigenlijk iets van jezelf laat zien. Zoals een leerkracht die zijn eigen rap over zijn eigen afkomst heeft geschreven en dat heeft gedeeld met leerlingen, waar de leerlingen hem ook beter leerden kennen en op die manier ook hun eigen ervaringen beter durfden te delen. En ook je kwetsbaar opstellen, dus ook durven zeggen van, ja, eigenlijk vind ik dit ook lastig. Tijdens het tekenen van de skins, het voorbeeld dat ik toen straks gaf met Fortnite, zei ook een juf, eigenlijk lukt het mij niet zo goed om handen te tekenen. En vervolgens zijn leerlingen haar ook gaan helpen en hebben ze elkaar advies gegeven. En dat is ook, als je dat durft te doen, nemen leerlingen dat ook over. En je moet er ook open voor staan, dus openheid en flexibiliteit. Want het is natuurlijk wel zo dat als leerlingen eenmaal aan de slag gaan met een rap en er zoveel plezier aan hebben, dan willen ze misschien ook een eigen beat maken of bedenken. Dat was het geval bij de leerkracht die aan de slag ging met de raps. En nou ja, dan moet je bedenken over hoe je je tijd gaat indelen. Ga je zeggen, ja, er is tijd om de beats erbij te gaan bedenken of... En laat je die les dan ook, denk je dan van, nou, dan gaat mijn aardrijkskunde les maar even anders. Of laat ik hem niet doorgaan. Hè, dat je een flexibiliteit hebt in je planning en je organisatie. We hebben het ook gehad met leerkrachten over wat goede competenties zijn of tips zijn als je buitenschoolse kennisbronnen wil gebruiken. En dat is bijvoorbeeld ook dat je focust op betekenisvol leren. En het gaat dan vooral op de ervaringen, dat je voortbouwt op ervaringen of kennis die leerlingen inbrengen in de klas. En dat je sociaal-culturele praktijken gebruikt als context voor het leren. En het belangrijke is ook dat je de leerlingen het vertrouwen geeft en de verantwoordelijkheid. En dat kwam eigenlijk in veel voorbeelden ook naar voren dat, nou ja, het komt erop neer dat je eigenlijk leerlingen een dans laat maken voor de musical. En dat je dat los kunt laten, dus dat je ook zegt van, nou, ga maar aan de slag. En ik kom af en toe wel even kijken. Bedenk maar wat je nodig hebt. Of dat je leerlingen voor de musical het decor helemaal laat maken. Of dat ze een verhaal mogen bedenken. Maar dat je ze dat gevoel geeft dat ze het kunnen. En dat je durft om die verantwoordelijkheid weg te geven. Zo ook, één leerkracht had 3 leerlingen in haar klas die heel goed Engels spraken. En die mochten van haar de Engelse les overnemen. Nou, die hebben dat helemaal voorbereid, die hebben voor alles bedacht. En dat moet je ook durven en toelaten als leerkracht. Dus dat vind ik ook wel een heel mooi punt. En daarnaast zijn, nou ja, leerlingen zijn natuurlijk ook nog jong en kunnen wel wat hulp gebruiken. En wat wij hebben gezien is dat ze toch ook dat meedenken heel belangrijk vinden. Dus meedenken van, oké, hoe ga je dat aanpakken? Een van de leerkrachten die aan de slag met buitenschoolse kennisbronnen is gegaan, heeft haar leerlingen een film laten maken. En dat heeft ze helemaal zelf laten doen. Maar ze was er wel om ze tips te geven en mee te helpen met nadenken. Dus, wat staat er op het programma morgen? Maar als jullie in de gang willen filmen, wanneer gaan jullie dat dan doen? Oké, jullie komen er niet uit met het kiezen van een regisseur. Hoe kun je nou goed gaan kiezen? Hoe kan het eerlijk verlopen? Dus dat zijn wel punten waar leerlingen echt hulp mee nodig hebben. En natuurlijk ook, hè, als ze een keer vast te komen zitten of denken, oh, eigenlijk is het een te groot project of dit kan ik niet. Dat je ze aanmoedigt en toch het gevoel geeft dat ze het kunnen. Nou, ik wil het kort nog hebben over de effecten. Bijvoorbeeld de leerling die ontdekte dat ze goed kon rappen en die als expert werd ingezet. Kunnen jullie in het groene kadertje lezen? Die zegt, we vroegen haar, hoe voelt dat nou als kinderen je om hulp komen vragen omdat je zo goed kunt rappen? En zij zegt, leuk, want kinderen vinden dat je goed bent. En dat is natuurlijk heel fijn, vooral als je niet altijd succeservaringen hebt gehad.
En in het oranje kadertje. Dit is een leerling die een workshop in dansen mocht geven. En we vroegen haar wat zij daarvan vond. En zij zegt, best wel leuk. Omdat jij een paar minuten of een half uur of zo de leiding hebt over een groep. En dat is natuurlijk wel een hele verantwoordelijkheid. Nou, leerlingen hebben het vooral in wat ze beschrijven in hun ervaringen. Is dat ze ervaren dat ze doorzettingsvermogen hebben of krijgen. Zelfvertrouwen. Maar ook dat ze nadenken over hun eigen leerhouding en ambities. En dat ze ook een breder blik eigenlijk krijgen. Nou, de effecten op het niveau van de groep. De leerlingen hebben elkaar beter leren kennen. Maar ze krijgen ook meer respect voor elkaar. Bijvoorbeeld in de klas waren twee leerlingen die vasten eigenlijk voor de Ramadan. En een leerkracht heeft ze toen tijd gegeven, omdat op een gegeven moment was er een moment en leerlingen wilden vragen stellen en dat kwam zo ter sprake. En toen zijn ze daarover gaan praten. Waarom vast je eigenlijk? Wat doet de religie met je? En deze leerling gaf ook later aan dat hij het fijn vond. Hij voelde zich gesteund, want leerlingen gingen bijvoorbeeld in de pauze met meevasten en dan besloten ze op dat moment niet te eten of te drinken. Tijdens het sportdag gingen ze extra letten op deze leerling. Dus dat creëerde een soort, ja, een gevoel van samen eigenlijk. En ook wel eigenaarschap en betrokkenheid. En de leerkracht zegt zelf ook, je wordt er blij van als je buitenschoolse kennisbronnen gebruikt. Je laat je verrassen en er komt een nieuwe relatie met leerlingen en soms ook een betere relatie met ouders. Want sommige leerkrachten gaan hierdoor ook ouders uitnodigen in de klas. En één leerkracht besloot dat ze een populaire songtekst ging gebruiken die leerlingen erg leuk vonden om te oefenen met werkwoorden. De leerlingen in haar klas vonden dat zo lastig, die teksten met gaten waar je dan werkwoorden moet gaan invullen en goed moet vervoegen. Nou, de leerlingen vonden het superleuk en de leerkracht zelf zegt ervan, ik zat echt te genieten en keihard mee te zingen, dat ook. Ja, het was echt leuk. Het was anders om te zien dat ze er lol in hadden en plezier, in plaats van het standaard beginnen met werkwoordspelling. Nou, en ik wil nog deze ook graag voorlezen. Dit vond ik ook een heel mooi voorbeeld van een leerkracht die aan de slag is gegaan naar aanleiding van de Ajax voetbalclinics met hooghouden, dus de bal hooghouden. En nou ja, zij zelf gaf aan dat ze het heel lastig vond en ze heeft leerlingen gevraagd haar te helpen. En in het begin zeiden de leerlingen ook, opgelet, zoek dekking, de juf gaat het proberen. En dat eindigde eigenlijk na een dag met, oh juf, u doet het hartstikke goed, u kunt het nog veel meer. Ik zie dat u bang bent, juf, u moet het zo en zo doen. Waardoor er een fijn gevoel en een fijne sfeer van aanmoediging in de klas ontstond. En de twee jongetjes die er erg goed in waren en andere kinderen gingen coachen, die zeiden het volgende tegen mij in het interview. De jongen uit onze klas, die zei tegen ons ook, ik kan makkelijk de 20 halen. Maar toen haalde hij 7 en toen werd hij gewoon een beetje emotioneel. Hij vond het niet leuk. En toen zeiden we, je moet zo blijven doorgaan. Gewoon oefenen. Steeds oefenen. En dan kan je meer dan 20 halen. En toen had hij al 35 gehaald. En dat voelt goed. Dat je gewoon iemand iets hebt geleerd. Dat hij door moet gaan. Dat hij door blijft pikkelen. Nou, mochten jullie meer interesse hebben gekregen, wat ik natuurlijk hoop. Ons praktijkboek gaat uitkomen en dat kunnen jullie dan vinden op de website van de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam. Ik denk dat het sowieso in december online daar zal staan en iedereen heeft er toegang toe. Daarnaast zijn er filmpjes die je kunt bekijken op YouTube. Maar ook, nou, we hebben een artikel in Didactief gepubliceerd, dat is ook online gewoon te vinden. En er zijn leuke artikelen verder nog die je ook kunt lezen die hierbij staan. Nou, en ik wil jullie hartelijk bedanken dat jullie naar mijn presentatie hebben geluisterd. Ik ben zelf heel erg enthousiast over dit onderzoek en ik hoop dat ik dat heb kunnen overbrengen en dat ook meer leerkrachten hiermee aan de slag gaan. Jullie zijn ook van harte welkom om vragen te stellen en om mij eventueel gewoon te mailen. Ik werk nu bij het Koonsvan Instituut en mijn e-mailadres staat ook aan het begin van deze presentatie. Dat is jtgilde@koonstam.uwa.nl. Dank jullie wel. Hoi Judith, ronde 2. Ja,
Ik snap hem nu ook. Jij had het over de schakel en jij bent zelf van de Bijlmerhorst. Nu snap ik hem. Ja, ik was tot vorige zomer was ik van de Bijlmerhorst inderdaad. En een van mijn collega's op de Bijlmerhorst, die heeft inderdaad meegedaan ook aan werkplaatsonderzoek. Oké, ja, daar. Leuk. Dus ik ken inderdaad het verhaal van Funds of Knowledge. Dat verhaal ken ik, zeg maar, vanuit dat opzicht. Maar goed, je gaf aan, hè, dat in je onderzoek, dat er op dit moment qua opbrengst, dat het moeilijk was om kwantitatieve opbrengsten te meten, om even zo te zeggen. En wat ik begreep is dat je met name hebt gekeken naar burgerschapsvaardigheden, zeg maar. Ja. En ik vroeg me af, vooral ook omdat je heel veel kwalitatieve opbrengsten benoemt, hebben jullie misschien ook gekeken naar opbrengsten met betrekking tot sfeer, veiligheid en betrokkenheid? Ja, het was, zeg maar, we hebben in onze vragenlijst niet alleen burgerschapscompetenties en burgerschapsvaardigheden opgenomen. Die we wel deden, die hadden echt te maken met een ander perspectief zien bijvoorbeeld. Het gaat echt om de andere diversiteit. In de vragenlijst hadden we ook nog een deel, dat ging over het welzijn in de klas. En dan met name over de relatie die je hebt met de leerkracht of de relatie die je hebt met de leerlingen. En nou ja, daar kwam niet iets duidelijks uit waarvan wij konden zeggen, nou, dit is significant. Maar in het kwalitatieve deel, dat hebben we vrij open gelaten eigenlijk. Hè? Want we zijn gewoon gaan interviewen. We hebben wel steeds gevraagd van, kun je het omschrijven? Hoe voelde het? Wat deed het met je? En daar kwam wel naar voren dat leerkrachten ook een andere relatie met de leerlingen opbouwden. En dat ze bijvoorbeeld een leerling waarvan ze niet wisten, een heel verlegen meisje, bleek supergoed te zijn in voetbal. En dat wisten ze niet. En doordat ze dat eigenlijk leerden kennen, kregen ze ook een nieuwe relatie met dat meisje. En daar zag je dat wel terugkomen. Of leerlingen die elkaar beter leren kennen. Of leerlingen die elkaar gaan ondersteunen tijdens Ramadan. Dat doet iets met de sfeer in je klas. Ja, precies. Dus dat is iets wat ik had kunnen verwachten. Dat had ik eigenlijk ook wel kunnen verwachten in die vragenlijsten. Vandaar dat ik inderdaad een beetje erop op doorvroeg. Omdat ik me kan voorstellen dat op het moment dat je met elkaar zo betrokken bent, dat er dan ook qua sfeer in de klas, dat de kinderen zich inderdaad veiliger voelen en ook meer geroepen voelen om zich te uiten en ook meer onderdeel voelen van een groep, zeg maar. Dus ik kan me voorstellen dat dat heel veel doet voor de kinderen. Dat was wel duidelijk hoor. Dat komt ook terug in mijn PowerPoints aan het einde van de resultaten, zeg maar. Dat het echt iets heeft gedaan op het niveau van de groep. He, op het niveau van de leerling, maar ook op groep, dat ze gaan samenwerken, dat ze eigenlijk iets leren over leerlingen die ze niet goed kenden. Dat ze samen een project gaan delen, bijvoorbeeld bij dat filmmaken. Dat ging eigenlijk om een klas waarin in het begin geen fijne sfeer zat, of waar de kinderen heel onrustig waren en toch niet lekker liep. En opeens leren ze samen te werken en leren ze nieuwe vaardigheden van iemand anders. Of kan een leerling die juist eigenlijk niet vaak de kans krijgt om goed te zijn in iets, opeens laten zien dat hij een bepaalde vaardigheid bezit. Misschien kan hij heel goed foto's maken of heel goed mensen samen laten werken. Ja, zoals ik eerder zei, het is natuurlijk voor een groot deel herkenbaar in onze context. Maar ik denk dat het ook wel goed is om te bespreken. In dit geval is het Funds of Knowledge en is het ook een beetje gericht op van op de buurt, dus dat kinderen juist ook vanuit andere culturen en vanuit andere achtergronden dingen mee kunnen nemen de school in. Maar is het ook iets wat breed ingezet zou kunnen worden? Wat je eigenlijk gewoon sowieso meer zou kunnen zien op andere plekken in Nederland? Ja, zeker. Het is, ik wil ook benadrukken dat het echt niet alleen gaat over andere cultuur. Hè, want er is bij ons ook heel veel gedaan met talent bijvoorbeeld gewoon, over de leerling zelf. Hè, dat je opeens leert eigenlijk dat je heel goed bent in gedichten maken of rap. En eigenlijk gaat het er gewoon om dat het heel dicht ligt bij dingen die uit de wereld van de kinderen komen. Het is heel dicht gerelateerd aan onderwijs, ontwikkelingsgericht onderwijs. En eigenlijk dat je dus wat een leerling interesseert, dat je dat oppikt en daar iets mee gaat doen. En vanuit daaruit zorgt dat er een rekenles komt. Maar dan heb je wel veel meer leerlingen mee dan wanneer je
het boek pakt en daar een rekensommetje gaat maken, bij wijze van. Daar kunnen we nog een discussie over voeren, maar dat zal ik wel even laten. Daar verschillen we denk ik iets over in mening. Maar wat ik me wel afvroeg, zoals ik al zei, ik herken het voor een deel. Bijvoorbeeld wanneer je ook samen leest. Ik heb bijvoorbeeld De Dans van de Drummers dan gelezen en het gaat natuurlijk heel erg over Ghana. En je merkt dat op het moment dat je dit soort dus dingen die je normaal gesproken ook doet in je les. En je trekt het op die manier inderdaad, dus gewoon op een educatieve manier, maar dat je die dus inderdaad ook die kant op trekt. Dat je dan inderdaad ook meer verhalen loskrijgt. En op die manier kan je het integreren in je onderwijs en tegelijkertijd ook werken op een goede, efficiënte manier aan je lesdoelen. En de dingen die jij beschrijft, je beschrijft kleine activiteiten en je beschrijft hele grote activiteiten, zoals bijvoorbeeld inderdaad die musical. Hoe zou jij dit geïntegreerd willen zien in het onderwijs? Zie je het als een stukje integratie of zie je het als, inderdaad nu met het praktijkboek, een soort van inspiratie met activiteiten? Of zou je dit dus ook wel onderdeel willen zien van bijvoorbeeld de lijn burgerschapsvorming of een lijn binnen de lijn qua sociaal-emotionele ontwikkeling, hè? Of met socialisatie, met persoonsvorming? Ik vind dat een hele interessante vraag. ik denk dat het wel mijn persoonlijke mening is hier. Ik ben zelf ook leerkracht geweest. En ik zie het toch iets als dat eigenlijk deel zou moeten zijn van wat elke leerkracht doet. Hè, ik zeg niet dat het is niet iets wat een les kan worden. Het is een soort vaardigheid die je met je meeneemt. En dat je tijdens observaties ziet van, hey, dit speelt in mijn klas. Mijn kinderen zijn gek op een of ander computerspel. Wat kan ik daar eigenlijk mee doen? Dat ik tegelijkertijd ga werken aan meer zelfvertrouwen bij bepaalde leerlingen. Of dat ik ervoor kan zorgen dat ik die ene leerling die zo mooi kan tekenen, naar voren kan laten komen en haar daar iets over kan laten vertellen, terwijl ze de skins bij Fortnite gaan tekenen. Ja, en, dat heb ik ook gedaan. Ja, volgens mij is het echt iets dat in een leerkracht zit. Of dat er zou moeten komen waar je over moet reflecteren en wat je zou moeten toepassen in de klas. Bij alle lessen, gewoon in het algemeen. Ja, dus onderdeel maar van volgens mij je is het ook een pedagogische houding. Het is lastig. Sorry, dit verstond ik niet. Een onderdeel van je pedagogische houding, van je professionele identiteit als leerkracht. Maar dan nog steeds, als je het hebt bijvoorbeeld over talentenontwikkeling, zou je dus wel juist kunnen denken in doorgaande lijn, in de zin van dat je bijvoorbeeld ervoor zorgt dat je één keer per maand, dat je dan een activiteit organiseert, dat je in ieder geval een situatie organiseert waarbij kinderen dat talent zouden kunnen laten zien. Dat is ook een vorm van. Dus ik denk inderdaad, ik ben het met je eens hoor, dus dat het enerzijds een stukje, want dat is eigenlijk wat je zegt, hè, van dat eigenlijk, volgens mij is dat ook wel een beetje wat je hoopt met dit project, dat het iets verandert in de manier waarop leerkrachten naar kinderen kijken en naar de manier kijken hoe ze talenten naar boven kunnen halen en ze kunnen betrekken, hè, even zo te zeggen. Maar inderdaad, anderzijds, zoals ik al zei, van hoe zou dit dan een plekje kunnen krijgen in het onderwijs? Je geeft aan, niet zozeer in een les, maar hoe zou je het dan verder kunnen zien? Ik weet dat ik een beetje doorvraag hoor. Als ik even denk aan bijvoorbeeld PABO, hè, een opleiding, zou ik dit onder diversiteit en gelijke kansen zetten. Hè, dat je, ik herinner me ook nog altijd dat een van die leerkrachten zei, ik heb leerlingen in klas en die scoren bij mij ver onder de CITO. Die leerlingen krijgen continu te horen van, hey, het is niet goed genoeg, het moet beter, harder werken. Maar op zo'n moment dat je aan de slag gaat met buitenschoolse kennisbronnen, krijgen zij een kans om te laten zien dat er wel dingen zijn die ze kunnen. En dat zelfvertrouwen dat je ze meegeeft, nou ja, hij zei toen tegen mij, dat voorkomt dat zij later eigenlijk druk staan te verkopen op de straat. Want ze hebben zelfvertrouwen, ze zien dat ze wel iets kunnen. En nou ja, hopelijk gaan ze daardoor ook misschien toch een bepaalde studie doen, of toch niet stoppen met school. En ik denk dat dat iets is wat heel belangrijk is. Ja, dus enerzijds dus inderdaad in de houding van de leerkracht wat er terug moet komen, maar anderzijds ook gewoon een plekje zo moet ik terugkrijgen in het onderwijs. En ook eigenlijk dus onderdeel zou moeten zijn van de,
van de opleiding. Ja, en ik denk dat het iets is wat je in je hele onderwijs kunt integreren. Hè, een soort mindset van, ik hou dat in de gaten. Wat vinden die leerlingen nou eigenlijk interessant? Of wat gebeurt er in mijn klas? Of ook simpelweg het idee van, er zijn twee leerlingen in mijn klas waar ik iets mee moet. Dat loopt niet lekker. Hoe ga ik ze eigenlijk zo hun aandacht te pakken krijgen, dat ze weer bij de klas horen? En dat, nou ja, er zijn echt mooie voorbeelden van dat dat is gelukt door buitenschoolse kennisbronnen voor leerlingen aan te spreken en te gebruiken. Ja, ik herken dat. Ik probeer dat op mijn eigen manier inderdaad ook. Als het praktijkboek is uitgekomen. En ik bedoel, dit onderzoek ligt er. Ah, kijk. Ja, mooi. Even laten zien. Wat is dan de volgende stap? Wat is nou, want ik kan me zo voorstellen van je hebt dus dan nu geen kwantitatieve effecten gemeten. Maar misschien heb je wel, niet de goede vraag gesteld, zeg maar. Hoe zou je dat effect nog meer zichtbaar kunnen maken? Of in ieder geval, wat is jullie volgende stap na dat praktijkboek? Of wat gaan jullie met het praktijkboek doen? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik ben eigenlijk, ik heb gewoon op dit project gewerkt, want het was voor mij een postdoc, zeg maar, nadat je gepromoveerd bent. Dus ik ben aangenomen voor dit project en nu werk ik ook weer ergens anders. Maar ik zou hier niet vanavond zijn en mijn vrije tijd eraan opofferen als ik het niet een heel belangrijk onderwerp vind. En ook waar ik bij het Koonstam Instituut is deel van de werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam. En nou, we zijn eigenlijk zijn verschillende mensen die nog steeds aan de slag verder zijn gegaan ook met aan de slag gaan met buitenschools kennisbronnen. Dus wordt ook binnen de werkplaats zijn er weer scholen mee aan de slag gegaan. Ik zelf zou nog wel, ik zou dieper willen onderzoeken. Ik zou bijvoorbeeld ook ouders en kinderen, dat wordt ook al gedaan in sommige onderzoeken in andere landen, hè, dat ze kijken wat doet het met die ouders en de kinderen en daar op inzoomen bijvoorbeeld. Zodat je nog, ik ben zelf een grote voorstander van casussen. En praktijk eigenlijk, vooral voor het onderwijs. Ik vind soms dat als het te theoretisch is, weet ik niet zo goed wat ik kan toevoegen of kan teruggeven aan de leerkrachten eigenlijk. Ik weet het niet zo goed, behalve dat ik er wel meer mee zou willen doen. En dat ik wel denk dat dat dit niet zomaar één onderzoekje is dat ergens komt te liggen. Ja, ik zit zelf nu nog een vraag te bedenken. Als je nu, we hebben hiervoor Arnold Jonk gehad. En Arnold Jonk die had het heel erg over segregatie. En ook over de segregatie op scholen en onder scholen. En als je nu kijkt naar dit project, zou dit project ook misschien daar een rol in kunnen spelen? Een positieve rol? Het ligt er precies aan natuurlijk wat je bedoelt met segregatie. Bedoel je hier, want ik heb zijn presentatie niet gevolgd. Ja, wat ik bedoel is dat hij geeft aan hè, dat ouders op dit moment dat die nog heel verschillend kiezen. En dat je inderdaad merkt dat er op scholen vaak een eenzijdige populatie is. En hij probeert daar binnen zijn bestuur alle macht daar verandering in te brengen. En een van de punten die hij daarbij benoemde was inderdaad het verschil tussen thuis en school. En dan in dit geval qua ouders, zeg maar. En als ik dan dit project hoor, deze manier van werken hoor, laat ik het even dan zo zeggen. Zou dat daar niet, en hij zegt zelf van ja, weet je, uit onderzoek komt van alles naar voren over wat segregatie is en hoe je dat allemaal kan zien, hoe je dat allemaal kan herkennen enzovoort. Maar eigenlijk vind ik in de onderzoek en literatuur vind ik niks terug over wat ik hier nou mee kan doen. En ik heb al van alles geprobeerd. Nee, ik vind het, ik denk zeker doordat je met buitenschoolse kennisbronnen ook aan de slag gaat, eigenlijk met andere perspectieven. Hè, het wordt zowel cultuur als talenten en andere dingen aangegrepen. Zou het zeker iets zijn om kinderen dichter tot elkaar te laten komen, denk ik. Zelf weet ik niet zo heel veel van segregatie. Ik heb daar, ik denk wel dat het allebei heel erg raakt op het gebied van kansengelijkheid. En ik denk wel dat in het geval van buitenschoolse kennisbronnen, dat een hele mooie manier is toch om kinderen dichter bij elkaar te brengen. En ook de verschillen in de klas,
We zijn niet alleen anders omdat we misschien beter kunnen leren of niet. Hè? Dus we zijn ook anders omdat we veel een mooie cultuur bij ons hebben of een andere taal kunnen spreken. En dat komt niet altijd naar voren in de school. En ik moest ook nog aan iets anders denken. Bij buitenschoolse kennisbronnen is het dus ook zo dat het bij ons misschien niet zo duidelijk in ons onderzoek. En zoals ik al zei, daar ligt misschien ook wel een punt voor meer onderzoek, is het verhaal van de ouders. En ik weet dat er ook een idee bestaat bij de werkplaatsonderwijsonderzoek om bijvoorbeeld meer een oudersacademie te doen. Hè, dat ouders ook informatie krijgen of dat je hun ook gaat betrekken in de school. Dat is ook in ons eigen onderzoek, is dat wel af en toe gedaan. Dat ouders de klas in zijn gehaald om eigenlijk iets te vertellen over hun religie of over hun cultuur. En dat ze ook op die manier, of ze worden de school ingeroepen door hun eigen kind. Van nou, ik ben trots hierop, dit wil ik je laten zien. En waar de ouders ook weer een ander beeld krijgen van hun kind eigenlijk. Mooi, dat klinkt als een mooie vervolgstap. Laten we hopen dat er komt. Judith, nou, heb je nog zijn genoeg zeg je? Enthousiaste mensen op de Universiteit van Amsterdam en bij het Koonstam Instituut. Waarvan ik denk dat sowieso dit onderwerp gaat niet verloren. Dat is iets wat zeker is. Ja. Nee, zeker. En jullie zitten ook nu natuurlijk nog in het proces van delen met elkaar. En dus ik vermoed dat het bij de Zonova Academie ook nog wel terugkomt. In maart geloof ik dat die studiedag is. Maar goed, Judith, heb je nog een uitsmijter voor ons? Nee, maar ik heb wel de link van ons praktijkboek. Staat hij daar al? Ja, hij staat er al. Ja. Er staat bit.ly/kennisbronnen. Oké. Ja, dat was ook. Ja, dat klopt. Ze hadden hem ingekort. Ja, ik heb wel. Ik hoop eigenlijk dat. Het is een heel leuk boek geworden met heel veel praktijkvoorbeelden. En ik hoop dat leerkrachten er ook mee aan de slag zullen gaan. En dat het ook zal worden gebruikt op verschillende opleidingen. Want het kan soms heel simpel zijn, maar een hele grote verandering opleveren in het onderwijs. Of bij leerlingen, of bij de leerkracht zelf. En allebei het liefst natuurlijk. Absoluut, absoluut. Nou, dankjewel Judith. Bedankt voor je tijd. Bedankt voor je presentatie. En allemaal downloaden dus. En jullie ook bedankt. Graag gedaan. Fijne avond. Jullie ook. Dag. Doei.